heel nieuwsgierig. Kijk. Hij is meer geïnteresseerd in de mensen dan het konijn. Die er de oren stond scheef, dat is grappig. Dus dat er één echt recht in het midden op die kop. Dat ziet er goed uit. Wat doen ze anders? Ze kunnen dan in elkaar vliegen. En dan vliegen de plukken in het rond. Maar als ze deze doen, dan is het oké. Ze is geïnteresseerd. Zij is geïnteresseerd, maar hij niet. Hè? Hij is zo wat bang. Ja, maar ik ben er, als je met een dierenarts gaat, die kan er alles mee doen. Die mm-hmm. zit hier op de weegschaal, die blijft zitten. Dat is ongelooflijk. En als ik in de hof kom en ik geef die een korstje brood, hij komt dat halen. Maar als ik zo doe voor die te strelen, is echt heel schichtig. Echt zie. Ze stelt er eigenlijk onderdanig op naar hem. Want de René, die was, het vrouwke was groter en die ging er altijd zo bovenop liggen. Ja. Op hem. Oh ja, dat was hem inderdaad daar ook de onderdanige. Kom eens hier. Ja, Basil, je doet niet veel, jongen. Och, su. Want, als ik ze nu mee naar huis pak, wat doe ik nu het beste? Want René... Ja, René.